Hebben we toch een server? Ja, we kunnen, ik fix wel wat anders. Ja? Ja. Dan kunnen we zo douchen naar bed. Ja, ga maar douchen. Ga maar. Panter? Hè? Ben je ook klant van je sterrenbeeld? Ben je daarom zo fel? Ben je daarom zo fel? Nee. Waarom dan, meisje? Dat je bloed om de nachts vandaan had. Maar ben jij zo lief? Nee. Jawel, echt. Nou ja, als dit lief zijn is, dan hebben we een probleem. Ben ik niet lief? Ben ik niet lief? Nu even niet. Komt het door mij allemaal? Ja? Denk maar even na, wat je net de afgelopen tijd elke keer zegt. Je weet dat ik het vreselijk vind als je zo praat. En daarom doe je het juist, maar ik haat het echt. Nee, maar het begint natuurlijk allemaal met dat ik weer in een situatie zit dat het bed nu niet kwam. Hoezo? Je legt toch nog niet je bed, of wel? Nou, ik had eigenlijk al lang willen gaan, maar ik ben aan het... Nou, dan moet je dat zeggen. En jij zegt net dat we... Dan moet je, als jij over 2 minuten wil slapen, Jessie, ga ik ervoor zorgen dat jij over 2 minuten kan slapen. Nou, maar je zegt net in het sanitair gebouw dat we iets missen. Ja, maar dan ga ik dat ergens anders van aanhalen. Ja, als jij wil slapen, dan... Wat missen we nou precies? Ik heb geen idee. Is dat hetgeen wat om de topping gaat? We missen op dit moment alles nog. Alles zit in de droger. Dan ga ik douchen naar bed. Oké, moet je doen. Doei. Nou, tot straks. Gaat goed. Ja. En nu? Nu, ja. Dan heb ik pech. Nou? Is die al droog? Ja, deken wel, maar deze... Natte rug. Oh nee, die zeker niet. Is kletje nat. Oké. En dit poes, voel eens. Oh. Nee, je moet hier voelen. Dat vervelend. Ja, dat hele ding. Nou, dit vind ik niet per se vervelend, maar dat kan echt niet. Nee, daarom zit hij ook nog in de droger. En niet eruit. Nee. Zoals ik nu voel. Hieronder wel. Oh, hier is die wel nat. Ja. Ja, voelen? Ja. Ik wil eigenlijk nog niet naar de boot omdat ik niet zo graag teleurgesteld word. Hoezo? Je kan je op de teleurstelling voorbereiden, toch? Wat een ellende. Dit kan je ook meenemen naar de boot, yes? Het is weer zover, Ger. Ik ga naar bed en mijn bed is nog niet schoon. Ah, je maakt. En advies? Gewoon lekker kletsen. Dan is je snel weer droog. En er zit nu precies niks om. Maar yes. Ja. Dat vind je toch ook eigenlijk helemaal geen ramp? Wat? Zonder. Normaal niet, als het niet altijd is, weet je wel. Maar zoals nu, kijk, weet je wat het bij mij met name is, Ger? Hij had voor mij niet per se gewassen hoeven zijn, want hij is een aantal dagen geleden al gewassen. Ja. Dus ik vind het nogal overbodig dat het gebeurt. En als het dan toch gebeurt, laat me er in ieder geval geen hinder van ondervinden. Dat zou ook wel een zekerheid zijn, maar tot nu toe is het elke keer bal geweest, hè? Ja. Als het, of ik sta het om 11 uur 's avonds nog te doen, of ik slaap in half na te spullen.
Of ik sta mee te helpen. Nou, vind ik het meehelpen overdag nog niet eens zo heel erg. Maar als er dan alweer het licht uit is, ja, dan word ik ook allemaal niet zo zin in. Als ik naar bed wil, wil ik namelijk echt naar bed, snap je? Mm-hmm. Toen ben ik in één keer heb ik een moeheidsaanval gekregen. Ja, ja, nou moet. Ja, het licht is er nog niet uit. Dus? Kan het nog goed komen? Nee, ik kan niet goed komen. Maar ik wou ook al lang naar bed. 3 uur. Al lang, jongen. Trust, friend. Hey. Zo. Oh. Maar is dat het enige vanmiddag goed dat ik? Ja, ik ben bezig, maar. Maar moeten we op de rest echt wachten, zeg maar, voor de droger? Ik was mee bezig, yes. Zendertje. Als jij nu wil liggen, dan moet je kijken. Maar wacht even, je was bezig. Maar we hebben wel meer bedden goed in dit. Ja, we hebben dat witte toch? Welke? Maar waar gaat dit omheen? Nou, nu, daar of heen? Daar. Mm-hmm. Over het matras. Maar dat is normaal voor een deken. Mm-hmm. Oké. Okay. En hoe lang hebben we iets voor de kussens? Ja, yes, ik was bezig, maar jij wil gaan liggen. En ik heb geen zin in gauw hoer over van jou. Nou, ik kom eigenlijk deze kant op omdat ik wil liggen. En als ik dan toch nodig ben om ergens iets vast te houden tijdens het opmaken van het bed, dan kan dat. Oh, ja. Oké. Okay. Dus ik heb liever dat we het dan gewoon samen doen en dat er nu helemaal niks gebeurt. Nou, ik heb liever dat ik het alleen doe dan dat ik heel de avond weer gesurveilleerd voor jou moet worden. Daar heb ik absoluut geen zin in. Dus kies maar. Ja, ik weet niet echt wat ik nu moet gaan kiezen. Ik wil gewoon slapen. Oké, okay, dan ga lekker liggen. Benodigdheden zijn er. Maar je bent wel serieus nu. Wat is dat? Oh ja, had ik neergelegd. Oeh. Ga je slapen of ga je nog roken? Ja, ik wou naar bed gaan, maar het wordt nu verwacht dat ik mijn eigen bed op ga maken. Nee hoor. Maar hoe bedoel je nee? Je gaat toch weg? Wat? Je gaat toch weg? Ja, ik blijf niet 10 minuten wachten totdat jij een keuze hebt gemaakt. Ik zeg net tegen je, in principe wou ik slapen, maar ik kom hier naartoe dat als je dan een extra handje nodig hebt, dan ben ik er. Ja? Dus maar wat zeg ik dan? Maar die had ik toch niet nodig? Dus nu ga je weg. Zo van, oh nou, als je dan toch de boot in komt en je wil je hulp aanbieden, doe het dan maar lekker zelf. Ik wil even gaan kijken of je deken droog is, Jess. Maar ik wil het ook niet doen. Ja, maar ik snap even niet wat hier nou de bedoeling van is. Je zegt net, ja, de helft zit, maar de andere helft zit. Kan wel goed. Wat? Shit. De andere helft zit toch in de droger? Maar je zegt, ja, ik wil niet de hele avond gezeur hebben. Nou, ga dan maar. Ja, als jij je bed zo goed vindt, moet je lekker gaan liggen. Ja, nee, maar dat heb je me toch helemaal niet gehoord zeggen. Ik kom hier alleen om te helpen. Oh, nou, dat wist ik niet.
Ja, en daarna natuurlijk uiteindelijk, laat maar. Poeh. Ja. Weer dezelfde ellende. Natuurlijk ga ik er zo niet in slapen. Er ligt een dekbed over trek als zijnde om je matras heen, ja. Zo'n matraslaken. Weet je waarom ik dit zo irritant vind? Is omdat ik dit vanochtend alweer wist. Ik wist al dat dit zou gaan gebeuren. Ik wist ook al dat ik er geen zin in had. Zou ik wel recycled zijn, maar ik wil gewoon naar bed als ik naar bed wil. Breng even spullen naar binnen en dan kom ik eraan. Doe jij nou? Waarom let je op mij? Ik wil dat alles goed met je gaat. Ja, hoezo? Nou, dat is voornamelijk het ding.
Wow. Je kan slapen. Wat? Wat een dag, lieve. Ja. Nee? Nooit meer. Ja, of vroeg. Dat kan niet, want al die debielen die stoppen de theedoeken in, Jesse, die er 3 uur lang in zitten. Ja, maar dan moet je misschien besluiten om het een dag later te doen. Ja, in dit geval had dat de goede geweest. Maar als we gewoon een fatsoenlijke wasmachine hier hebben, die inderdaad zich aan die 2:20 houdt, is er niks aan de hand. Maar ik heb het om 1:00 vanmiddag erin gedaan. Ja, lach maar. Ik vind het echt niet grappig. Zou je het leuk vinden om in de toekomst ook mijn overhemden te strijken? Nee. Waarom niet? Nou, ja, hoezo? Kan je het zelf ook prima? Ja, dat zou ik wel heel erg van de oude stempels zijn. Ik vind het wel fijn gewoon als mijn meisje mijn overhemden strijkt. Ja, dat kan. In ruil voor heel veel kusjes of zo? Een broodje. Je bent gewoon hoe dan ook niet bereid om over hem te strijken. Nee, waarom zou ik? Ik doe het toch al genoeg voor je? Ja? Of niet? Niet, ja, dan doe ik niet genoeg voor je ook goed. Ik weet niet, ik denk dat het niet eens per se is. Het is meer gewoon over hem te strijken. Nee, nee, helemaal niet. Nou, nee. Ik vind het heel raar dat ik het vraag. Nee, maar elke keer die domme opmerkingen van je, alleen daarom zou ik het niet doen. Ja, weet je wat het een beetje is, Meer? Ik weet gewoon elke keer al als jij begint te wassen dat ik s'avonds weer in de ellende zit. Joh, maar het is elke keer vrouwen horen dat te doen en weet ik wat, iets in die trant. Ik heb daar gewoon een grafhekel aan. Ik vind dat vreselijk als iemand. Het is niet per se dat vrouwen al het huishouden horen te doen. Maar ik weet niet, er zijn wel gewoon een paar dingen en dan zou ik misschien van de oude stempels zijn. Ik zou het wel fijn vinden als je me overhemden strijkt. Ja. En ik wil je best mee helpen met het bed, zoals ik vaker heb gezegd. Maar dan wel gewoon om 6:00, 7:00 s'avonds. Ja, maar dat snap ik ook, maar naar bed gaan. Dat je van die dingen gaat zeggen van en ik wil er zelf geen last van hebben. Zo, dan denk ik, wie de fuck denk je dat je bent, man? Doe even lekker normaal. Ja, maar dat is toch ook wel logisch? Nee, dat is niet dat logisch. Is elke keer je woont daar samen. Ja, maar het is ja, elke dat, keer s'avonds op dat na. Terwijl maar, een wasmachine er 2,5 uur over doet en de droger ook 2-3 uur. Op dat na heb je helemaal gelijk. Zeker. Ja, maar dat of juist is dus, alleen op dat heb je gelijk, bedoel ik. Dat is dus juist de hele ellende die je kan ondervinden. Ja, maar je hoeft maar last minute moet er nog van alles en nog wat gedaan worden om uiteindelijk te kunnen slapen. En daar heb ik gewoon een hekel. Ja, dat snap ik. Ik heb daar zelf ook hekel aan. Maar ga niet met dingen komen als vrouwen horen dat te doen of iets in die tram. Nou ja, kwaaien kan je me niet maken, echt niet. Slaat nergens op. Je woont daar samen, je zit daar samen en dan doe je dat gewoon samen. Ja, maar ik vind wel gewoon dat het goed hoort te gebeuren. Ja, en maar daar ben je samen verantwoordelijk voor. En dan ga je niet van die dingen zeggen van vrouwen dit nee, of dat. Nee, als jij op een dag zo laat de spullen in de wasmachine doet, slaat werkelijk nergens op. Dan ondervind je bent het toch mee eens dat de laatste 4-5 keer dat elke keer ellende is? Of eigenlijk vanaf het begin dat jij het bed was? Het is ja. Toch nog nooit vlekkeloos gegaan? Ja, als je het zegt. Ik ben elke keer wel blij dat we een schoon bed hebben. Maar het is toch elke keer ellende? Ja, als jij dat zegt, dan zal het. Dat heb jij niet zo meegemaakt. Nee, ja, nu is het helemaal kut. Dit is helemaal kut. Ja, ben ik met je eens. Maar je hebt toch nu een schoon bed. Je kan nu liggen als je wil. Jawel, maar we zouden na het eten onder bed gaan, toch? Nee, maar dat zeggen we ook elke dag, yes. Oké. Okay. En ik ben best bereid om in het huishouden heel veel te doen. Maar er zijn gewoon een paar dingen waar ik gewoon niet zo heel blij mee ben. Zoals overhemden strijken en zo. Ja, nou, zie ik eruit als iemand die dat leuk vindt. Nee, maar wel als iemand die dat misschien wel voor mij zou willen doen. Ik wil alles voor je doen, maar alles op een redelijke manier. En dat soort dingen moet je gewoon nooit meer zeggen. Vrouwen dit, vrouwen dat. Maar zoals wat? Waarover? Vreselijk, man. Wat? Waarover heb ik huishoudelijke taken voor vrouwen. Nou, dan ben je gewoon niet goed als je dat soort dingen... Je bedoelt net in de silo? Nee, dat zeg je zo vaak. En dan irriteer ik me er al aan. En nu is het gewoon de druppel. Ik haat het. Ik vind het echt vreselijk. Oké. Okay.
heel denigrerend. Ja. Oké. Nee, dat niet echt. Merel heeft gewoon een hekel aan als ik zeg dat vrouwen dat soort huishoudelijke taken horen te doen. Kijk, weet je, het is, ik ben best bereid om heel veel te doen, hoor. Alleen, het is altijd fucking bal met het bed. Ik heb daar gewoon geen zin in. En heb ik ook al heel vaak gezegd, om 6 uur, 7 uur 's avonds wil ik je best mee helpen. Dat is helemaal geen probleem. En dan ben ik ook blij dat we een schoon bed hebben. Maar het is altijd, altijd last minute. Dan moet ik er weer op wachten. Of het is donker, of het is nog half nat, of... Daar heb ik gewoon geen zin in. Nee. Ja, wat mij betreft ligt het er ook een paar weken op, hoor. Ja. En dan zal het thuis allemaal wel anders zijn, maar daar heb je natuurlijk niet één setje. Je haalt de ene eraf, je doet de andere erop en je gooit dan in de was. En dan is het ook snel klaar, want ja. Dan is misschien ook niet zoveel te delen als hier. En het is dan ook gewoon een beetje een opstapeling, weet je. Net als met die overhemden zou ik in principe ook niet erg vinden om af en toe zelf te doen. Alleen het is, en ik heb ondervind ellende van het bed en nou, gewoon alles in principe. Alles met betrekking tot kleren, wassen, strijken, het is allemaal droevigheid. Ja, nee, ik zat te denken wat nog meer. Ja, nou is vandaag toevallig de was opgevouwen. Ik zou wel echt een zeikert overkomen, maar ja, ja, vind ik gewoon lastig allemaal. Kan ik het wel voor me houden? Ik vind het gewoon moeilijk. Ja, ik vind het ook wel fijn als het gedaan wordt, hoor. Maar ik hoef er thuis ook niet op te rekenen. Maar ik woon in studentenhuis. Ik moet alles lekker zelf doen. Of ik breng het lekker zelf weg. Misschien ben je dat op zich nog een beetje verwend. Ja, verwend of... ik weet niet. Ja, wel leeg. Misschien is het gewoon een stukje verwachting. Wel terug. Ja. Verwachtingen zijn dooddoeners, hè? Slaap lekker. Okay.